Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga in deze video uitleggen hoe je flows kan maken om vraaggestuurde mechanische ventilatie te maken met Homey. Ja, wat heb je hiervoor nodig? Je hebt een mechanisch ventilatiesysteem nodig met een 0 tot 10 volt aansluiting of met een Perilex stekker. Als je een 0 tot 10 volt aansluiting hebt, heb je een 0 tot 10 volt schakelmodule van Cubinho nodig. Voor een systeem met Perilex stekker heb je een Vibaro 2x 1,5 kW schakelmodule nodig. Je hebt BetaLogic variabelen nodig en je hebt sensoren die CO2 kunnen meten en luchtvochtigheid. En dan kan je denken aan Xiamo of Netatmo of Tado. Oké, laten we beginnen met het maken van BetaLogic nummervariabelen. Hiervoor moet je eventjes de BetaLogic app installeren vanuit de Homey App Store. En als je dat gedaan hebt, dan kan je naar de instellingenpagina. En dan zie je hieronder BetaLogic. Daar klik je op. En dan klik je hier op naam. En dan doen we CO2. En dan klik je bij variabele type. Klik je erop, komt er een drop-down menuetje naar beneden. En dan selecteer je number. Variabele waarde hoef je niet in te vullen, dus je klikt meteen op add variabele. En die voor de CO2 gemaakt, gaan we eventjes voor de luchtvochtigheid ook nog eentje maken. Luchtvochtigheid. Klikken we hier weer. Doen we weer number. Net variabelen. En dan zijn we hier klaar. Kunnen we beginnen met flows maken. Dan gaan we naar de flow editor. En dan klik je op nieuwe flow. Dan geven we als eerste eventjes de flow een naam. We beginnen met een CO2 flow. En dit is een uitflow die we gaan maken. We beginnen even met de uitflows. En dan beginnen we met een CO2 sensor in de alskolom. Dus die gaan we even opzoeken. Hier in mijn badkamer heb ik een Netatmo sensor staan. Dus die zet ik in de alskolom. Die kaart die ga ik veranderen naar het CO2 niveau is veranderd. En dan kunnen we verder naar de N-kolom. In de N-kolom gaan we een logica kaart zetten. En die kaart veranderen we naar is kleiner dan. Dan moeten we hierboven een tagje neerzetten. En dan pakken we het tagje van de als-kolom. En die sleep je naar de N-kolom. En dan komt hij hierboven te staan. Bij de waarde, daar vullen we een waarde in van 600. De CO2 waarde in huis moet tussen de 500 en de 1000 zitten. En dan zit je goed. Dan heb je een goede luchtkwaliteit. Dus ik zet hier 600. Als die onder de 600 komt, dan schakelt hij uit. Maar voordat hij kan schakelen, moeten we eerst eventjes de dan-kolom in gaan vullen. En daar zetten we een BetaLogic kaart. En die kaart die gaan we veranderen naar de treatment number variabele. En dan klik je bij name. En dan zoek je de number variabele op. Ik heb nu CO2, want we zijn een CO2 flow aan het maken. Dus die heb ik geselecteerd. En dan bij de waarde zet ik een 1 neer. Nou, sla ik deze flow eventjes op, maar we zijn nog niet klaar. Want we gaan een flowkaart pakken en die sleep je naar de dan-kolom. Die kaart die verander je naar schakel een flow uit. En wat je dan doet is, je zoekt de flow op. Die kan je ook gewoon tikken.
maar je zoekt de flow op waar je nu mee bezig bent. Nou, dat is deze, die selecteer ik en dan klik ik nog een keer op opslaan. Dan hebben we dat gedaan en dan gaan we deze flow dupliceren. En dan gaan we eerst de naam eventjes veranderen. En dan zetten we aan. De als-kolom, die kunnen we hetzelfde laten. De en-kolom, die moeten we wel veranderen. En die kaart gaan we veranderen naar is groter dan. Dan zie je dat je dat tekje weer verwijdert. Of verdwijnt. En dan sleep je weer even opnieuw die tag van de als-kolom er naartoe. En dan vullen we een waarde in van 700. De dan-kolom moeten we ook wat dingetjes veranderen. En de better logic kaart verander je naar set en number variabelen. Dus die gaan we even opzoeken. Set en number variabelen. Klik je weer op neem en dan zeg je weer CO2, want we zijn nog steeds met de CO2 flows bezig. En dan hier vul je 1 in. Bij de flow kaart, die verander je naar schakel on flow in. En dan doen we CO2 laan uit. Die hadden we net ook gebruikt. Dus die gaan we nou met deze flow weer inschakelen. Klikken we weer op opslaan. En dan hebben we deze flow ook gemaakt. Gaan we verder met de luchtvochtigheid. En dan klikken we even hier. Gaan we even naar de CO2 uitflow. Want die kunnen we mooi dupliceren. Wat we hier moeten doen is, we gaan in de als-kolom beginnen. Halen we die sensor even weg. En gaan we naar de badkamer. En daar pak ik mijn radiatorknop van Tado. En die kaart die verander ik naar luchtvochtigheid veranderd. In de N-kolom haal ik de tag weg. En daar plaats ik de tag uit de als-kolom. Hier, kom maar. Oké. De waarde die haal ik ook weg. En daar vul ik 45 in. Het vochtpercentage in huis moet tussen de 30 en de 70% liggen. Dus als ik op 45% uitschakel, dan zit ik wel goed. In de dan-kolom ga ik de CO2 weghalen. En dan zeg ik luchtvochtigheid. Die 1 die kunnen we laten staan. En even kijken. Dan moet ik eerst eventjes deze naam veranderen. H2O. Zo, sla ik hem even op. Dan kan ik de flowkaart gaan veranderen in H2O. Alarm uit. Oké, dan doe ik weer opslaan. En dan is deze flow ook klaar. Ga ik deze weer dupliceren. Ga ik nou als eerste eventjes de naam veranderen. Oké. Nou, de als-kolom kan weer blijven staan. De en-kolom ga ik de kaart weer veranderen naar groter dan. Is groter dan. Pak ik weer de tag uit de als-kolom. Sleep ik weer naar de en-kolom. Hij wil niet echt meewerken vandaag. Ja, oké, daar is die. En dan vul ik hier is groter dan 60. Ik had net gezegd dat die tussen de 30 en de 70% moest zijn. Dus als die groter is dan 60, dan
moet die ventilatiesysteem aan gaan schakelen. Dan zorg je dat je altijd binnen de 70 blijft. Even kijken. In de dan-kolom gaan we de kaart weer veranderen naar set en nummer variabelen. En dan bij de name zeggen we luchtvochtigheid. En de waarde die zetten we weer op 1. Doen we hier eventjes opslaan. Deze kaart die gaan we veranderen dus naar een schakel. Move wel in. Dan zeggen we H2O. Alarm uit. Deze. Oké. Dan doe ik weer opslaan. En dan is deze flow ook alweer klaar. Dan gaan we flows maken die daadwerkelijk het ventilatiesysteem ook echt aan gaan schakelen. Daarvoor gaan we eventjes een nieuwe flow maken. Noem ik hem eventjes. En dan gaan we weer beginnen bij de halskolom. Pak ik hem bij de logic kaart. En dan zeg ik change variabelen. Haar variabelen changed. En dan zeg ik dus de CO2 variabele verandert. En dan gaan we even naar de N-kolom. Bij de N-kolom druk je even op het plusje naast de of. Dan plaatsen we in allebei de vakjes een logica kaart. En die veranderen we allebei naar is groter dan. Dan zie je dat je hier weer tekjes moet plaatsen, maar dat er bij de als-kolom geen tekst te vinden zijn. Dus die gaan we zoeken hier boven in het scherm, zie je tekst, daar kan je op klikken. Dan kan je de tekst gaan zoeken. Als je dan bed invult, dan zie je hier alle tekst die je gemaakt hebt met BetterLogic. Hieronder zie je de luchtvochtigheid. En hier zie je de CO2 tag die we net gemaakt hebben. De CO2 tag die slepen we naar een logica kaart. En we slepen de luchtvochtigheid naar een kaart. Kunnen we die weer even sluiten. En dan gaan we hier een waarde invullen van 0,99. Bij allebei de kaarten. 99. En dan moeten we de dan kolom nog in gaan vullen. En daar zetten we het ventilatiesysteem neer. Ik heb een systeem met een 0 tot 10 volt aansluiting. Dus ik heb een Cubinho module. En die sleep ik nou naar de dan-kolom. En dan verander ik de kaart naar zethelderheid. Omdat dit een kaart is die het ventilatiesysteem aan gaat schakelen, zet ik hem op 100%. En dan sla ik hem op. En dan is deze flow ook alweer klaar. Dan ga ik eventjes een nieuwe flow weer maken. En dan pak ik weer een bedrijfje kaart. Die sleep ik weer naar de als-kolom. En dan zeg ik hier luchtvochtigheid. Nou pak ik weer twee logica kaarten. En die sleep ik nou gewoon allebei in het grote N-vak. Ik verander de kaarten nu allebei naar iets kleiner dan. En als je nu weer op tag drukt, dan zie je meteen dat die waardes nog blijven staan, dus dat je niet hoeft te zoeken. En nu slepen we weer de CO2 tag en de luchtvochtigheid tag naar de twee logica kaarten.
En als waarde vullen we hier nu in 0,5. In allebei de kaarten is dat hetzelfde. En dan zoek ik mijn ventilatiesysteem weer eventjes op. Die zet ik weer in de dan-kolom. Verander ik de kaart weer naar set helderheid. En omdat het een uitflow is, zet ik hem nu op 28. Als je op dat bolletje klikt, dan kan je met je pijltjes toetsen op je toetsenbord, kan je die waarde veranderen. Ik zet hem nu op 28 en dan klik ik op opslaan. Nou moeten we nog eventjes een flow maken om de H2O aan te zetten. Dus ik ga even naar de CO2 flow die hem aanzet en die ga ik even dupliceren. Het enige wat ik hier hoef te doen is de naam even te veranderen van de flow. Dan zeg ik H2O. En ik verander de variabele waarde die gechanged moet zijn. En dan vul ik weer in luchtvochtigheid. De rest kan ik allemaal laten staan. En dan doe ik op opslaan. Dan is deze flow ook weer klaar. Nou moet ik nog een flow gaan maken om de CO2 uit te zetten. Ik had hem wel aangemaakt, maar nog niet. Dus dan ga ik eventjes de flow van de luchtvochtigheid pakken. Die ga ik dupliceren. Verander ik eventjes de naam. CO2. Bij de logicaart zet ik hier CO2 neer. Klik ik op opslaan. En dan is deze flow ook klaar. En dan is je systeem klaar. Dan zou die nu moeten werken met vraaggestuurde mechanische ventilatie. Dus als je luchtvochtigheid hoog wordt, schakelt hij aan. Dan zet hij een nummertje. En dan zet hij de nummer 1. Bij je CO2 is dat ook zo. Als je CO2 te hoog wordt, dan zet hij hem ook op 1. En zodra de CO2 of de luchtvochtigheid in 1 is, dan schakelt hij het systeem aan. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze video, laat ze even achter in de comments. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan abonneer je eventjes. En dan mis je geen enkele video. Ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video.